Hallo natuurliefhebbers, ik ben Marjolein, ik begin het Natuurgids en ik sta hier in de Ardennen. En dit is het plateau de Thai in Viet Sal. Hier in deze veenmoerassen en de omgeving van de veenmoerassen is een bijzondere biotoop ontstaan met enorm belangrijke en speciale bloemen, planten, vlinders, libellen, vogels, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik ga een aantal van deze soorten behandelen. We zijn tenslotte in België. Dit prachtige roze bloemetje is valeriaan. Het wordt in de geneeskunst gebruikt voor de rust van de mens. Ik zit hier bij een veenorchis. Oh, zo'n mooi plantje, zo'n mooi bloemetje. Geweldig, geweldig. Er staan er een stuk of 14 hiervan. Deze staat hier gewoon langs de weg, hier langs het pad. En een eindje verder staan ze in het veenmoeras. Het is genieten hier. In dit prachtige veenmoerasje achter mij zitten verschillende veenorchissen. Het is echt super mooi om te ontdekken. De orchideeën hebben hele lichte zaadjes en die heel ver door de wind verspreid kunnen worden. Maar ze kunnen niet overal ontkiemen, want daarvoor is een schimmel nodig ter plaatse. Deze symbiose heeft voordeel voor beide partijen, want ze wisselen samen voedingsstoffen uit. Het heeft ook geen zin om een orchidee te verplaatsen van de ene naar de andere plek, want die zal daar niet groeien. Want als daar die schimmel niet aanwezig is, zal de orchidee niet kunnen groeien daar. Hier heb ik weer iets heel zeldzaams gevonden, namelijk de welriekende nachtorchis. Emmanuel gaat hem dadelijk voor jullie filmen. En het bijzondere aan deze is dat hij in de avond gaat hij heel goed geuren, zodat eigenlijk de nachtvlinders daar veel plezier gaan hebben. Hier heb ik een exemplaar van de wateraardbei. Die groeit hier eigenlijk in het water. En hier zie je ook bloemetjes en je ziet ook de aardbei. De wateraardbei en ook dit mooie plantje, de kale jonker, is de waardplant van een heel speciaal vlindertje wat hier zou zitten. En dat namelijk de veenbesparelmoervlinder. Maar die moeten we eerst nog even zoeken, maar de zon was net aan het schijnen, dus misschien vinden we hem. En we hebben alweer een zeldzame soort ontdekt die op de adderwortel normaal heel graag zit. En dat is namelijk de ringoogparelmoervlinder. Kijk, als je nu rond je kijkt hier, dan denk je, oh wat is het idyllisch en mooi met alle water en de bloemen en de vlinders. Maar eigenlijk heersen hier nog de meeste tijd barre omstandigheden. Het regent hier heel veel, in de winter sneeuwt het heel veel en de gemiddelde jaartemperatuur is eigenlijk maar 6 graden. Dus is het een van de barste streken van België. Dat zou je nu niet zeggen. Het is ongelooflijk wat we hier tegenkomen in deze Ardennen.